Ja, zo'n 12. Het rekenen met de wortels. Ik ga ze gewoon allemaal doen, van voor naar achter. Ik zal erbij zetten om welke het gaat. Dus dan kun je scrollen naar de som die je wil. Even kijken. We beginnen met som A. Som A. Wortel altijd eerst overnemen. En we werken altijd, dat leren jullie echt aan, zoveel mogelijk onder elkaar naar beneden uit. Dan krijg je dus hier de wortel uit 400. Ja, de wortel uit 400, dan zoek je een getal wat keer zichzelf 400 is. En vaak wordt hij nu opgeschreven 200, maar dat klopt niet. Want 200 keer 200, dan kom je nooit op 400 uit. Dus het is 20. Die truc met die nul hebben jullie ook gehad, hè? 1 nul, dan 20 keer 20. Dan heb je zo 2 nullen, dus dan wordt het daar ook 2 nullen. Ja, beetje een flauwe truc. Eraf 30. En dan kom je dus uit op min 10. Dan gaan we naar som B. Oh, kopientje blaffen. Ik denk dat de postbode er is. Wortel 9 keer wortel 16 plus de wortel uit 196 min 9 wortel 16. Zo spreek je dat uit. 9 wortel 16. Dan is het eerste wat je moet doen de wortels. Dus dit wordt 3 keer 4. Plus, ja, de wortel uit 96. Oh, ik ben één vergeten. Hoppatee. De wortel uit 196, die is 14. Die moet je gewoon uit je hoofd weten. Want anders ben je veel te lang mee bezig. Dus 169 is bijvoorbeeld 13 keer 13. En je weet ook dat 15 keer 15. Weet je misschien uit je hoofd wat die is? Dat weet ik niet, maar dat hoop ik. In ieder geval, hij komt meteen daarna. Dus dan na de 13 en voor de 15, ja, dan is het 14. Anders, ja, dus gewoon proberen. Als je niet uit je hoofd kent, proberen. Min 9 keer 4. Nu hebben we twee keersommen en een losse wortelsom. Dit wordt 12. Eerste keersommen doen. Min 4 keer 9 is 36. En dan krijg je dus 12 plus 14. Ja, ik doe deze eigenlijk gewoon één keer. Je krijgt gewoon 12 plus 14 is 26. En dan krijg je dus 26 min 36 is min 10. Het moet eigenlijk in stapjes, maar ik krijg het er allemaal niet op. Dus 12 plus 14 is 26, daar haal je 36 vanaf, ook min 10. Dan gaan we naar som C. Zo, som C. 3 wortel 16, zo spreek je dat uit, dus eigenlijk 3 keer wortel 16, hè? Min 2 wortel 25 plus 4 wortel 36 is gelijk aan. Eerst de wortels uitrekenen. 4, 5. En 6, dus 3 keer 4 eraf 2 keer 5 plus 4 keer 6 is gelijk aan. Nu gaan we de keersommetjes doen. Dan krijg je dus 12 min 10 plus 24. 12 min 10, dit stukje is 2, dus je krijgt 2 plus 24 en dan kom je uit op 26. Dan gaan we naar som D. D. Min 5 wortel 36, ofwel min 5 keer wortel 36, plus 2 wortel 81, ofwel plus 2 keer wortel 81. Eerst de wortels. Deze is 6, deze is 9. De rest overnemen. Min 5 keer 6 plus 2 keer 9 is. Nu kom je aan bij twee verschillende keersommetjes. Deze hebben we en deze hebben we. Dus dit wordt min 30, want min keer plus wordt min, plus 18. En dan kom je uit op min 12. Dat is hem. Dan gaan we naar som E. Zo. Oh, dat is een gemene. 3 wortel 169. Eraf. Oh, wacht. Zie je wat ik doe? Ik teken die streep niet helemaal door. Wacht eventjes hoor. Zo. Ik neem verkeerd over. Zo. 3 wortel, en dan moest ik in zijn geheel pakken. 1,69 min 1,44. Nou, eerst doe je wat er onder het wortelteken staat. Want dit staat eigenlijk tussen haakjes. Hè? Dat moet je zo beschouwen. Dus je krijgt 3 keer de wortel uit 0,25. Reken maar eens uit. Als je 1,69 doet, min 1,44. Kom je echt uit op 0,25. Nu denk je misschien, ja, we hebben dan deze mooie getallen gepakt. Want dit is 1,3, dit is 1,2. Ja, dat doen ze expres om te kijken of jullie niet per ongeluk eerst de wortel van deze gaan nemen en dan de wortel van de andere.
He, dus lang verhaal kort, eerst samen nemen, dan pas de wortel pakken. Nou, de wortel uit 0,25, zei de wortel uit een half. De wortel uit een vierde, en dat is een half. Dus hier krijg je 3 keer 0,5. En dan kom je uit op anderhalf. Ja, eigenlijk zou ik hier 1,5 schrijven, omdat het met 0,25 is. Maar ik vind dat gewoon niet. Ja, ik schrijf liever gewoon zo op. Maar als ik het echt nauwkeurig door wil voeren, zijn we kommagetallen aan het werken. Hoppatee. Zo. Ja? Dan hebben we die gehad. Dan gaan we naar F. Kijk, hoe handiger je wordt in te rekenen met breuken, hoe liever je de breuken niet in zo'n kommagetal hebt, maar gewoon met een teller en een noemer. Min 3 wortel 1,44. Nu is het een ander verhaal. Nu, kijk, hier stond die min ook onder het wortelteken. Zien jullie dat? Van heel dit stukje moest je de wortel nemen. Hier is het een ander verhaal. Hier heb je 5 keer de wortel van 1,69 eraf. 3 keer de wortel van 1,44. Dan gaan we gewoon de wortels nemen. De wortel van 1,69. Nou, je weet dat de wortel uit 169 is 13. Denk ik dat je dat weet. En anders moet je gewoon proberen. 12 keer 12, 144. 13 keer 13, 169. Oh, wacht, dat is ze. Maar ja, je mag hier natuurlijk niet 13 schrijven. Nee, dat wordt 1,3. Want 1,3. Oh, die wortel moet ik niet meer schrijven. Want 1,3 keer 1,3 geeft 1,69. Dus de wortel uit 1,69 is 1,3. Want 1,3 keer 1,3, et cetera. Nou, min 3 keer 1,2. Want de wortel uit 1,44 is 1,2. Vaak als ik deze sommen opgaf aan mijn leerlingen toen ik die klasse had. Ja, die laatste snapte ik niet hoor. Maar dan, ja, het is ook wel een kwestie van proberen gewoon. Hè? Even doorzoeken. 144 is 12 in het kwadraat. Ja, dat zal 1,44 of 1,2 in het kwadraat zijn. Dus niet te snel opgeven. Niet te snel schrikken van de breuken. Nou, dan krijg je 5 keer 1,3. Dat is 6,5. Eraf 3,6. Want we doen eerste keer sommen. En dan pas rekenen we verder. En dan krijg je 6,5 min 3,6. En dat is 2,9. En dat was som 12. Bedankt voor het kijken. Van de rest van de sommen zijn ook filmpjes. En natuurlijk de algemene uitleg. Zowel van rekenen met breuken en wortels. En het gewone rekenen met wortels. Tot het volgende filmpje. Doei!